Ook voetbal, man. <laughs> Ik ben een tennisfan. Novak Djokovic, Yay. Welkom, guys. Welkom bij een nieuwe aflevering van Koelkast Sport bij onze EK-show. Uh, vandaag volgens mij de negende aflevering. Uh, ik zit vandaag in de studio opnieuw met uh, Alex, de enige echte, met een zeer teleurgestelde Brian. Ik denk dat het de eerste keer is dat ik hem zo teleurgesteld zie. <laughs> uh, en dan van de gast van vandaag uh, is uh, Thomas uh, Bursens. Welkom bij ons in de studio, Thomas. Dankjewel. je wel. Jij, bent, uh, jij bent waarschijnlijk ook wel een, echt een voetballiefhebber, hè? Ja, absoluut. Echt Echt uh, sinds klein gepassioneerd wel. Ja. Echt door voetbal. En uh, ja. het is mijn job, ook. Dus uh, okay. hij doet ook een groot deel van mijn job. Ja. Uh, dus echt, ja, echt wel. Oké, okay, en wat is zo je eerste, eerste voetbaltoernooi dat je herinnert van, van toen ben ik uh, verliefd geworden op het, op het spel eigenlijk. Oeh, ja, ik denk dat mijn verste herinnering is volgens mij die volley van Zinedine Zidane tegen Bayern zo. Leverkusen, Champions League finale ja zoiets. 2002? Ja. Ik weet niet of dat ik, ik weet niet, maar dat is echt het verste dat ik ja. kan denken ja. en toen ook wel wat verliefd geworden op Real Madrid gelijk. Dus uh, ja, ik denk dat dat verst is en, ja. en zelf altijd gespeeld ook. Dus, Oké, okay. en waar? Uh, of, of, of? Ik heb tot mijn achttiende bij Cercle gespeeld. Zo. Dus ik ben begonnen in een lokale club Wilsbeek, okay. KSC Wilsbeek. En dan ben ik mijn veertiende naar Cercle gegaan ja. tot u 19, begin u 19. En dan eigenlijk uh, gewoon een beetje afgezakt okay. uh, naar een lokale club weer. Right. En nu, eigenlijk al, ja, nu ben ik een paar jaar, twee, drie jaar al niet meer aan het spelen. Oké, okay. en nu TK, we hebben, we hebben samen naar de, naar de wedstrijd uh, Duitsland-Portugal gecheckt. Een heel, heel aantrekkelijke wedstrijd, denk ik ook wel. Uh, ik kan misschien jullie gevoel geven. Ik zal eerst beginnen met Brian, want hij is de meest, uh, de meest verdrietige van ons allemaal. Ik. zeg het, bro. Vertel. Fuck voetbal, man. <laughs> ik ben een Tennis-fan. Novak Djokovic, yay. <laughs> Krijgen wij vandaag geen tactische analyse? Broers, ik ken zoveel. Nee, vertel eens, Brian, hoe. Uh... Ik ken zoveel tactische analyses, je man, mijn broers. Ik ken niet man. Broer, we spelen met twee defensieve middenvelders die niet kunnen bewegen. We hebben backs die niet kunnen verdedigen. Fucking Guerrero. en is inmiddels keren, het middels keer. Vanaf dat ik wist dat ik niet mee in dit toernooi, wist ik, fans, we gaan pakjes krijgen door zijn medo. kunnen hun mannen niet volgen op, 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 op omschakeling, op voorzetten. Ja. ja. Mensen kunnen niet schuilen, broer. Fuck voetbal. Fuck. Fuck Duitsland. Fuck iedereen. Fuck alles, man. Nee, we hebben een egekotse beurman. Het is altijd. We hebben mat in de steek laten, man. Hallo, dat is één match. dat is jaren zo, broer. Dat is jaren zo. Maar jullie zijn toch Europees kampioen? Broer, we zijn Europees kampioen door zeven keer gelijk te spelen, broer. Echt keer, negen keer. Maar gisteren zei je, business. Business broer! Broer, ik weet niet, maar de business dat we doen is fraude. Dat zijn precies Nigerianen. Waarom? Wow. De, meest... de, meest... de meest interessante wedstrijd van TTK tot nu toe? Ja, sowieso. Voor ja, een ja, neutrale extra... voetbalsupporter is dit wel. Uh... Sowieso. Wie, wie allee, heeft jullie kunnen bekoren uh, deze wedstrijd? Ik uh, vond echt, uh, ja, Renato Sanchez, zijn invalbeurt was echt. Was uh... gek hè? Ja, was wel. Uh... Hij moest sowieso wel starten, denk Ik denk dat hij sowieso. De volgende wedstrijd gaat starten, hopelijk. Ik hoop het. Als hij niet start, dan snap ik het ook niet. Meer. Maar die coach hij is op rare, rare dingen. Hoe bedoel je? Want op het EK hij was hij ook een van onze beste spelers. En toch elke keer, dat kan me ook van de bank. Dus die, die coach is op rare dingen. man. I don't know man. Coach heeft rare, fittes met rare spelers en zo. staan 4-1 echter. 4-1. 4-1. 4-1. Niet 3, niet 2. We staan 4-1 echter. Hij zegt, Jean Boutinius is een goede keuze. <laughs> Jean Boutinius, die zie En hij neemt onze beste creatieve speler, de af. Voor Sanchez Alice. Daarna zit, maar broer, zit, zit. fuck we gaan een switchen. We gaan daarna Motino erop zetten voor, voor Bernardo Silva. Dus je moet zeggen, je gaat al die doep in de draad gaan zeggen. We gaan zo scoren. Maar broer, maar zijn er niet dan. Allee, het feit dat je een Chamotino erop zet, uiteindelijk is dat geen blijk van dat er te weinig creatieve, creatieve spelers zitten op de bank. Nee, Daarom ze hebben geen ja, spelers. Okay, maar Felix was nu besteed, dus dan, ja, okay, voilà. dan, dan, dan snap je er wel. Ik bedoel, maar maar... deze wedstrijd waren er nee. toch gewoon te weinig. Inderdaad, maar. Ik weet niet, man broer. Kijk, ik heb geen probleem met Jean Moutinho. Met, allez, zijn tank is niet creëren, dat is mee controleren. Ja. Maar als coach, heb je, als coach heb je zeven... Je hebt back flank op de bank zitten, je hebt spits op de bank zitten. En onze verdediging is broer en je zegt ah, kom we gaan dingen erop. Ik weet niet, man broer. Hij en Solskjaer zijn dezelfde type coaches, man. In Duitsland, dat was ook een... Uh... Duitsland. Denk ik denk Ja, het begin ook. Echt verwoestend begonnen. Schietkraan bij Rui Patricio. En dan ja, uiteindelijk een beetje hetzelfde. Het Portugal wel vrij klinisch altijd. Je ja. moet ze niet veel geven. Of, ja. of dat doelpuntje valt toch? Ja, uiteindelijk, uiteindelijk begint Portugal wel, wel goed aan de wedstrijd. Met een, ja, het met was een gewoon. Ronaldo. Duitsland was eerst echt aan het, echt aan het, aan het rushen. Ja. En dan komt toch dat doelpunt En dan zie je toch dat Portugal toch echt een 10, 15 minuten de bovenhand neemt. Ja. Dan komen ze, komt Duitsland terug. Ja. En Gnabry, Geussens. Ja. Dat was een echt goede wedstrijd. Wat denk je, Alex? Ik was onder de indruk van Duitsland. Zeker van uh, Gosens op links. Kierke kwaliteit. Ja, Duitse kwaliteit, <laughs> Opel, snap je? Fabriek. Geen bullshit, business Business gewoon. Ah, ik was echt onder de indruk. Uh -huh. Want het kon veel meer zijn. Het kon ja. 5, 6, 7 zijn. Ze hebben een goal uh, gescoord die off-site was. Um, maar gewoon kwaliteit, bro. Meteen naar voren. Ja. Niet te veel nadenken, verticaal, horizontaal. Ik, snap de, ik, ik vind wel dat Portugal drie of vier keer dezelfde goal tegenkrijgt. Dat, dat, ja. dat snap ik niet. Dat snap ik echt niet dat ze gewoon van rechts naar links gaan. goosens cross ja. binnen. Maar vooral die laatste was heftig, hoe dat je die rechtsachter gewoon zag meelopen. Ja, dat was ja, iemand ja. die en was je, ingevallen. Ja, en hij, je zag hem denken van oké, okay, hopelijk koopt hij deze niet binnen, want ja. ik heb geen zin om te verdedigen. En dan koopt hij hem wel binnen. En ja dan... nee, sowieso. Dat is wel heftig. Sowieso. Ik vind dat Duitsland wel van achter nog heeft ja. getoond van het is nog niet 100%. Nee, maar Duitsland vond ik van achter. Hey, wel vrij solide toch? Met een, met een sterke Rudiger. Een, een... Terrorist. Een Soelen, een Soele die invalt die ook wel. Ja en nee, want ik, ik, vind, ik vind dat ze toch nog kans hebben tegengekregen. Ja. Ik denk die eerste goal is ook te gemakkelijk. Ja. Dus ik, zal nog, ik ben niet overtuigd van hun verdedigend, mm -hmm. Maar aanvallend hebben ze wel de job gedaan. Het is dus, dus ja, aanvallend met uh, goalsens, doelpunt, assist. Zijn ja, onze man van de wedstrijd? Of kunnen we zeggen dat er iemand anders Broer, was. Mij, fuck was. deze match, man. Fuck deze match, man. Geweldige Echt, man. match. Man. Ja, lekker, man. Ja. Geweldige match. Nee, ik Ge ja, match. ik heb zelfs ja. ja. niet gezien wie er goed was, man. Ga je eerlijk zijn. Het eerste wat ik nee. zeg is gewoon voorzet links erin. Voorzet rechts erin. Voorzet links erin, bro. Me voor mij was het als Gnabry. Hij was zo. Ja? Ja? Hij was heel goed. Het was de ja. helft sowieso. was tweede was. Gnabry was goed. Havers ja. was goed. Kibisch was goed. Goosens was goed. Wow. Middenveld was oké. Okay. Maar hoe komt het dan? Dat, 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 dat is misschien een andere. Dat is een soort vraag, maar hoe komt het dan dat Duitsland zo slecht heeft gespeeld in de eerste wedstrijd tegen Frankrijk? Maar Duitsland heeft niet slecht gespeeld tegen Frankrijk. Dat is, is, ma is matchups, 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 matchups. Ik denk dat Frankrijk was. de Vorig keer zei met vier middenvelders, dus je hadden genoeg man om, om uh, het, het druk in het midden op te vangen. Het probleem is met Portugal, je hebt dan. Uh, je hebt, Carvalho en Pereira, maar mm -hmm. die, zijn, die zijn niet mobiel genoeg om langs de flanken steun te bieden, snap je? Mm -hmm. Want je gaat spelen met Bernardo Silva en Jota. Mm -hmm. Jota is defensief iets beter ingesteld dan Bernardo Silva, dus dan ga je steeds die wingback-posities, die normaal gezien dat je daar moet volgen. Normaal moeten zussen daarover pakken. Die pakken mm -hmm. dat niet over, omdat die niet mobiel genoeg zijn om langs die flanken te gaan. Mm -hmm. Dus daardoor. En als je uit het centrum gaat, dan wil je... Dan, als je uit het centrum gaat en je gaat naar de flank, word je gepakt in het centrum. Dus dat maakt niet uit. Maakt allemaal niet uit. Dat maakt niet uit. Je kunt komen of niet, dat maakt niet uit. De, je moet ook wel even kijken naar die snelheid die Duitsland daar, daar lopen heeft. Allee, ik ben normaal echt geen fan van Havert. Maar vandaag was hij. Hij heeft zijn ding uh, gedaan. Hè. Weet je normaal? Ik, allee, ben ik iemand. Zijn efficiëntie is altijd eerst wat ja. ik iets zeg. Vandaag twee. Dat ja. was twee toch? Ja. Ja, dan dan ja. zie je wel dat hij echt een goede speler is. Ik, ik, ja, ik heb vandaag met heel veel interesse gekeken naar, naar, naar Müller, Ook al zie ik hem niet heel graag spelen. Maar Moeller heeft wel uh, ook zijn stempel gedrukt vind ik. Deze gewoon, on strijd. Vrij onzichtbaar, vond ik maar wel. Ik vond hem. Ik vond hem. Allee, hij was er gewoon. Ook al zie ik hem echt totaal ja. niet graag spelen. Nee maar goed, normaal is hij die de doelpunt en, en vandaag was het meer gewoon. Ja, het was echt was het goed, goed zakelijk. Dus, uh... ik, denk, ik denk dat uh, de breedte die daar zijn gebruikte, ons gewoon is heel denk ik. Ja. Want als je ziet hoe breed dat zijn. Ik weet niet wie dat daar rechts speelde nu meer. Wie is daar rechts? Kibis. Ah, Kimi, speelde. Ja. Ja, Kimi speelde. Ja. Dus elke keer dat Portugal naar binnen bleef schuiven, dan moest Geursens gewoon breed staan en dan ja. had je altijd steeds de vrije man, um, dus op dat vlak is dat heel goed uitgespeeld van Duitsland. Hè. Maar ja, dat zag je ook wel in de vorige wedstrijd, dat is ook hun plan was, maar alleen ik denk dat Frankrijk op dat vlak dat heeft beter uh, heeft opgelost dan Portugal en ik denk ja. dat als bondscoach je nu heel veel vragen had moeten stellen. Dat was 4-1 en ik denk dat het zelfs meer kon zijn, maar ik denk dat dat Leu meer was, die heeft precies van we gaan een beetje gas terugnemen, we gaan een beetje... En laten we gaan nadenken over hmm. de volgende wedstrijd. Want als je echt, als je op 4-1 staat en hij wisselt ineens Hummels eraf en hij doet het gender op, dan geef je een signaal van oké, okay, de wedstrijd is binnen. Maar eigenlijk, eigenlijk denk ik wel dat het 5 6 is. Ik was aan het vreden voor een 5 6 de Ja, ik was ik, ik, stil bij ik ik, ik, de 5 de Alleen in de wedstrijd, zei hij nog van... Het ja, maar is een hater. Het kan het kan 7-1 worden? Ik <laughs> dacht van Pieter. <laughs> ik dacht, jij nog gelijk. alweer. Ik dacht, piet. Nee, maar op een gegeven moment moet ik ook zeggen van... Je, moet, je hoeft geen risico mee te nemen. Ja. Er is nog een match. We zijn ja. gewonnen. Business afsluiten. Ja. Maar en met Ronaldo, naar mijn gevoel, zijn je nooit klaar. Ik ja. hey, denk dat twee minuten na, na de wissels valt die 4-2. Ja. Kijk, als je, je hebt niet echt veel power. Je hebt net uh, uh, Rafa Silva gebracht. Ja. Mm -hmm. Ik geloof tegen Rudiger, als je achter staat, dat hij niet het verschil gaat maken ja maar als je in dat geval we waren erover bezig als er één iemand is op het toernooi die er dan drie nog nee, het kan maken is... Ja. is Ronaldo dus ik vond, dat wel... ik vond het riskant om uh, die wissels te doen ja maar ik denk net daarom dat je weet van Ronaldo kan nog steeds drie keer scoren dat ja. je moet denken van oké okay, we gaan niet nu blijven maar... blindelings aanvallen en... ja. maar eigenlijk ja. nu, nu ik dat zeg maar als je er daar aan de bij kunt halen en Sané, dan moet je toch wel gaan nadenken van oké okay, is dat echt wel een, een beetje ja bon wat ik zei wat bullshit I'm sorry ik neem het terug ja, uh, uh. Ik neem het terug, ik neem het terug. Maar ja, nee, ja, Duitsland was sterk. Hè. Dat is enige, Duitsland is zo het enige land, samen met Spanje, dat als Portugal zijnde, ik echt schrik heb. Dat zijn de enige twee landen. Schrik heb? Echt schrik. Echt zo van niet ben. En ja, waarom? Broer, ik weet niet, dat is gewoon historisch gezien, Duitsland, maar zoals dus jij vroeg aan hem, zo een herinnering, broer, een <laughs> voorzet van Duitsland tegen Portugal, dat blijft mijn hand tot de dag van vandaag. Ballek kopt, ja. plus ik haat balken. ik haat hem. Hij kopt, hij scoort, Porto lag uit, euro's. Bro, dat heeft mijn hartje gebroken. En tot de dag van vandaag, ik haat Duitsland met mijn passie. Schweinstein, alles voorzien van Schweinstein. Ik haat die ploeg. Snap je? Dus Duitsland is zo'n ploeg. Ik weet niet wat we doen. Ik denk WK 2010 of zo, pakjes gekregen. We krijgen altijd rammel van Duitsland en In Spanje. In Spanje, we krijgen geen rammel, maar die winnen met voeding. Ja, 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 ja. En Duitsland krijgt <laughs> altijd rammel. Ik weet niet hoe... Duitsland is wel echt fysiek. Ik denk dat ja, gewoon, Duitsland, het is ja, gewoon ja, die tempo. Het, ge het is ge gewoon ge die tempo. We kunnen dat niet aan. Ze zeg zeggen ook altijd, van, van tegen Duitsers zet je nooit gewonnen. Nee. Nee, zet je nee. nooit... Uh... Daarom denk je tegen... Ah, bon, het gaat straks toch vragen? Ja, ja. Maar kan, allee, kan Duitsland nu, want hun volgende wedstrijd is, is tegen Hongarije. Hongarije heeft 1-1 gespeeld uh, tegen Frankrijk. Kan Duitsland nu met echt wel een gerust hart naar die wedstrijd gaan? Of net niet, want ze hebben nu drie punten. Allee, we kunnen wel zeggen ja, van dat zij spelen. vrij zeker zijn van wat Je moet spelen, want Hongarije heeft nu hoop, zeker met het feit dat ja. de, de vier beste derde doorgaan. Ja, ze hebben hoop, ja, Hongarije denkt als wij vier punten hebben, ja. zijn wij door. Ja, ja. dus je dus niet klaar, die zijn niet nee. klaar met Hongarije. Nee, je moet je echt 1-1 speelt tegen Frankrijk. Ja, ja. Nee, sowieso. Van, uh... Want allee, het was 1-1, ik weet niet of jullie die wedstrijd hebben gekeken. Broer, Hongarije nee. is een ploeg, die speelt kapot goed tegen Frankrijk en dan laatste wedstrijd zeggen van die kontje geven aan Duitsland. Zo sowieso zien. Nee, gaan sowieso een kontje geven. Nee, maar dat is ja, nee, toch. <laughs> Man, ik weet hoe dat zo'n ding is gaat. Iedereen speelt tegen Portugal zo, en dan tegen plan dat je denkt van alles. Die gaan eens een kontje, geven. Ze zeggen: hier pak ons maar. Ja. Ja, ja, ja. Fuck sake man. <laughs> ah fuck voetbal, man. Maar ik weet dat voor Frankrijk ook altijd moeilijk tegen Hongarije. Op yes. uh, het WK in Rusland, Frankrijk groepsfase. Was Portugal. Was het Hij pas maar gekwalificeerd. Was, was het niet de... Was Portugal broer. Tegen Hongarije zeg je, nee, 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 maar als nee, nee, nu, vandaag, vanuit, ah, Frankrijk, BK, nu vandaag Frankrijk, tegen Hongarije. <laughs> ja, 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 ja. Frankrijk had in, in het WK in Rusland ook moeilijk om zich te kwalificeren en tegen Argentinië ja. ook. Eh, ja. Nipt. ja, het was ook. Maar, maar in de laatste groepsfase perdoe je punt mijn puntverlies. Volgens mij is het ja, echt ja, met een, ja. een klein verschil. En, Dat klopt. Dus ik ja. vind je kunt nooit een ploeg als die het even moeilijk hebben in de groepsfase ja. voor het verdere toernooi als ja. ze zich plaatsen is het weer nieuw toernooi. gespeeld in Ja om af te sluiten, mogen we ervan uitgaan van dat de drie ploegen dan doorgaan? Gewoon. Dus Duitsland, Frankrijk... Ja, uh, toch wel. Dus drie grote ploegen? Als de beste derde in deze groep. Wordt ja. dus geen verrassing, Hongarije? Geen, nee, nee. nee, 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 nee. nee Duitsland, verrasting. is zijn te zakelijk. Ja. <laughs> dat is business. Ik denk niet eens dat die plezier hebben aan voetbal. Mm -hmm. Snap je? <laughs> nee, tuurlijk. Ja, het is, het is die, die, die werken eigenlijk <laughs> gewoon, hè. Die werken eigenlijk Dat is een job. Dat is... Maar uh, ja, morgen Je speelt er morgen? Italië, denk ik. Ja, Italië... morgen Italië-Zwitserland. Allemaal op hetzelfde nee, uur nu, te Italië, laat. Wales. Italië-Wales. En Zwitserland-Turkije. Zwitserland-Turkije, inderdaad. Ja, man. Dus, ik uh... zal zeggen: Italië nog eens 3-0. ja Statement. Ja. Een ja. paar, paar uh, bankspelers op het veld: 3-0. Ciao, ragazzi. Iedereen naar huis. Allee, de rest naar huis. Maar dat is een saaie groep. Ja, ik vind, ja, ik vind ik ben het ben niet voel. excited. Echt... Wat hè? Zwitserland, vond ik ook echt. Ja, dat is echt een saai groep. Ik ben, ik ben excited voor morgen, omdat we morgen tiramisu gaan eten, allemaal samen. <laughs> maar de matchen boeien me echt niet om eerlijk samen. te zijn. Ik was zwaar teruggesteld door Turkije. Ik verwachtte echt ja, ik, veel Ja, ja, ja Ik dacht ook wel heel, uh, uh, heel veel. want Zeker, ze hebben toen Nederland... Ze hebben Nederland toch echt zwaar gegeven ook. Toen in de eerste kwalificatie ja. voor de WK. Ja. 4-0 ja, of zoiets. Of... Ja. Dus dat was, ik had wel veel meer van. Nooit hmm. Turken geloven. Nooit. Nooit, nooit <laughs> Turken geloven. Dat is zo één van de regels van Brian. Nooit Turken geloven. Ik persoonlijk, ik hou van jullie Kardashian. Hè. Ik hou van Turken man. Broer, lach maar Lach maar met Loksaus. Let's go. Ik hou van Turken Ik hou van Turken, maar ik, ik vind hun truitje altijd mooi. Altijd hetzelfde. Ja, altijd, altijd. Maar heeft totaal iets anders, actualiteit van vandaag? Gezien dat Ronaldo de 3 miljoen volgers heeft gehaald... 300, 300, <laughs> <laughs> 300, 300, ja, 300 miljoen. 300 miljoen, sorry. 300 miljoen, mijn excuses. Ja, bro. 300 miljoen volgers op Instagram. Dat is niet normaal, man. Dus, uh, dat is niet normaal, is man. Gek, We hadden man. Het gisteren gekeken, dat is, dat is fucking Amerika of zo? Dat is niet normaal. Maar het is met Coca-Cola ook geweest. Uh, ah ja, heel wij, dicht. Wij, wij, wij uh, ik zit met Sport Plus Media in, in sponsorship, ook ja. commerciële samenwerkingen. En hij beseft gewoon van zichzelf dat hij groter is dan het EK. Dus Coca-Cola die zegt: van Oké, okay, ik betaal zoveel ja. aan, aan het EK om te sponsoren. Ja. En Ronaldo zit daar en denkt: van, Hoe maar, uiteindelijk ben ik meer waard dan het EK. En ik zit hier eigenlijk gratis ah. Coca-Cola te proberen. Zo denk ik. Ik denk dat hij ook wel gewoon vindt dat Coca-Cola ja. misschien niet gezond is. Ja. Ja, maar hij, weet, ook maar wel, hij weet van zichzelf: van ja, Ik ben gewoon bekender dan het EK. Ja, man. Dat is wel dus, gek toch? Maar is, 300 uh... miljoen volgers, bro. Dat is kap. WTF? Ja, man. En ik heb ook gezien de top 10. Ik denk, tweede is The Rock. Messi ja. staat ook in de top 10. Terwijl dat hij ja. zich aankleedt als een dingetje. Ik denk, busshoffer. Messi en Neymar zijn de drie, er zijn de drie grootste oh. atleten. Ja. ja, man. Dat is niet normaal, bro. Ah, 300 je... miljoen. Is ook niet Ariana Grande dan? Of, of uh, Selena Gomez? Ah, Selena Gomez, dacht ik. Uh. Selina Gomez, inderdaad. Dat is crazy, man. Je zegt daarnet hè, dat jij dus inderdaad ook in alles wat sponsoring zit en zo. Is dat iets wat jij aan klanten meegeeft van bouw dat nu op, want dat gaat na je carrière heel veel opleveren? Ja, mijn ervaring, we zijn nu vijf maanden bezig, ik zit wel langer in, in sportmarketing en zo al, maar mm -hmm. nu vijf maanden met SportPlus Media merk je dat eigenlijk heel veel, omdat een bepaalde speler is toegeëigend aan een bepaalde club. Mm -hmm. En heel veel merken, nu, heel veel merken die willen met veel voetballers samenwerken, maar denken ook altijd na van bij welke club speelt hij. Want je wilt nooit echt als merk... Voor een bepaalde club gaan kiezen. Ja. Je wilt niet dat. Ik zeg het nu maar, je hebt een speler van, van Kortrijk. Ze hebben een rivaliserend team Waregem. Als ze iemand van kortrijk gaan sponsoren, zijn ze bang dat de mensen van Waregem gaan zeggen van ja, ik hoef je mm -hmm. probeert niet of je merkt niet, wat echt waard. Ja, ze denken er wel over ja, Ze denken er wel echt heel goed over na. En dat is het ding met oud-voetballers. Ze, ze hebben nog hun bekendheid van de voetbalwereld. Mm -hmm. En ze staan los, vaak los van ja. welk team dan ook. Waardoor ex-voetballers, als die echt aan hun imago werken, ja. heel veel uh, kunnen doen ook. Maar, Zeker. Um, dus jij zit in sportmarketing marketing ongeveer. Beheert je dan ook, dus je hebt vaak van die voetballers die dan zo van die uh, automatische post hebben naar wedstrijden. Is dat dan een soort je rol dat je ook doet? Ja, dus wij, wat wij doen eigenlijk is, wij gaan gewoon. De content sourcen direct na de wedstrijd, kijken waar, waar zijn de beste foto's, video's te vinden. Ja. Maar wij doen niks, wij zijn niet zo'n bureau dat dan gewoon automatisch content neemt en zelf ja. wat beslist. Dus alles is echt in samenspraak met de spelers. Dus bijvoorbeeld de boodschap die ze brengen, die geven zij aan ons. Wij plaatsen die wel en wij, wij zeggen wel We van oké okay, ja. Wij verbeteren soms de ja. taal, perfectioneren van alles een beetje, zorgen dat de locatie juist is. Dus wij, ne wij nemen dat wel over van hun. Uh, maar het is wel echt is er meer samenwerken met hun daarvoor dan, uh, dan dat zij niks hoeven te doen, ja. eigenlijk. Maar je zegt nu uh, dat, je, dus dat je heel veel bezig bent met het imago van de spelers, uh, heb je dan een, vaak een situatie gehad dat een speler iets in het verleden heeft gezegd en dat het dan een toekomstige deal of een huidige deal heeft opgefakt? Daar heb zelf, nee, ja, ik zelf. Ik, nee, Ik heb dat zelf nog niet meegemaakt. Ik werk ook samen met. Bijvoorbeeld Hans van Aken, Simon Mignolay. <laughs> ik uh, <Shout out. laughs> Maarten, Maarten van de Voort, de doelman van de onder 21 en van Genk. Zij, als ik kijk naar mijn, jongens die al, aan mijn klanten die er al een tijd zijn, zijn ook wel mensen die altijd gewoon niet heel, uh, wil ik zeggen, die gaan niet, geen heel ja. uitgesproken ja. meningen geven, zijn heel ja. professioneel, staan bekend voor hard werken en. En dedication. Mm -hmm. uh, dus ik heb zelf nog geen, maar ja. er zijn honderden voorbeelden. Ja. Nee, de vis. Maar dat is ook iets van onze generatie meer. Hè. Dat zo, weet je zo cancel culture. Dat je nu iets kunt tweeten wanneer je veertien waard En dat iemand die, die veel tijd heeft en ergens in zijn, zijn oma, zijn kelder woont of zo, die die tweet gaat terugvinden. En zegt van, hij ah, heeft dat gezegd in 2012, bla bla bla. Terwijl, ja, je bent, weet je, negen jaar verder gezet die persoon niet meer. Is, is dat iets waar jullie aan denken van, ah dat kan of denk je van ah fuck ja, goed, op, Bij, dat bij de jongen, al. ja, je kunt dat nooit vermijden, want Maarten is een van, een van mijn klanten, is 19 jaar. Ik ken hem nu een jaar of twee, drie. Ja. Ja, als hij 12 jaar was, stel dat hij zo'n klant ja, ja, was, heb ja, ja. hebt ja. daar totaal geen controle over. Ja, natuurlijk. En, en uiteindelijk, het gaat meer over, oké, okay, je zegt altijd van beter ja. voorkomen dan genezen, maar uiteindelijk is het meer van, als alles dat dan uitkomt of stel dat er iets zou, mm -hmm. zou zijn, dan moet je gewoon als... Als marketingmanager of als mm -hmm. ja, support. Moet je gewoon dat proberen ja. zo goed mogelijk te, ja, te begeleiden en te doen. Hè? Dus. Ja, ja, ja. Ik heb eigenlijk ook wel een vraagje voor u, want ik had zo, ik denk, eergisteren had ik zoiets gezien, een artikel of, of ja, een hele reportage daar rond, uh, rond het feit, en ik weet niet of jullie dat ook hebben gezien. Maar er was uh, tijdens uh, bepaalde wedstrijden was er zo uh, Chinese reclame gekomen, echt zo Chinese letters. Ja. En, uh, en daar Genoeg. is dan een hele commotie rond gekomen, dat ze dan zeggen van China moet hier niet alleen reclame gaan doen. Nou, en... Tijdens een voetbal of tijdens... Ah, wat tijdens rust of tijdens voetbal? Nee, nee echt, echt zo tijdens. Dus echt zo heel die reclame. Dus Op waar het EK? Nee, ja, ja, ja. Ah, oké, oké. Ja, ja, ja. En van zeiden dat dat niet zo... Allee, dat zeiden van heel dat kapitalistische doel en, en, en ja die moeten hier geen reclame komen maken. En, en, weet je wat? ik weet niet hoe dat jij daar misschien tegenover staat voor... Uh... Hij mag niks zeggen, hij weet dat ook. Ja, uh, nou, de context is, het is, de boarding langs de ja. Het ja, ja, ja van, en daar komen Chinese. Ja, wat er nu zo meer en meer zo echt ook Chinese uh, ja, reclame komt. Uh... Zo is die VOV is dat ja, de, bijvoorbeeld. Die X, ja, ja, ja. ja. bijvoorbeeld. Ja, ik heb daar eigenlijk heel weinig mening over. Ik heb, ja, dus dat is, dat is meer van: oké, okay, dat is zo'n groot evenement. Ja. Nu, kijk, ik kijk naar die wedstrijd en ik zie staan VOV X60. Midwest. Ik weet, ik heb geen idee waarover het gaat. Ja, ja. Uh, nu, ik heb daar eigenlijk niet echt een uh, mening. mening Ik zou zeggen, bro, wie betaalt staat erop, weet je. Ja, dat is wie. Ik denk dat het meer, als iemand van het EK met die, met die, van de organisatie, ja. de commercieel directeur met dat zo vraagt, zou ik denken: van, oké, okay, het is misschien financieel wel mooi, maar het geeft ja. u geen. Bijvoorbeeld, ik, vind, ik ben geen fan van TikTok persoonlijk, het platform. Ja. Nee, ik uh, vind, het, vind het leuk om te zien want bij andere mensen, maar ik doe het zelf niet. Nee. Maar ik vind bijvoorbeeld wel een goede match om het EK ja. te sponsoren. Ja. En dan bedoel ik de match vanuit EK zelf, vind ik ja. dan geen goed idee. Maar... Je zei daarnet van: uh, je hebt wel een, 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 een soft plekje in je hart voor Portugal. Zeker. Ziet je ze nog steeds winnen? Ziet je België winnen? allebei nog, ik denk dat iedereen nog kan winnen, iedereen die naar de volgende ronde gaat. Gewoon zeggen dat België. Het. Echt, echt zo een even getrainde Effe. antwoord. België. Nee, oprecht. Ik denk echt oprecht dat iedereen nog kan winnen. Ik denk Portugal heeft nu vandaag Maar als je echt eentje moet kiezen, wie zal het zijn? België. Ja, ja dan denk ik als je, als je wat realistisch bent, dat qua spelers Frankrijk. Nog steeds. Er echt, allee, qua team, zeker ja. ook als je kijkt naar de halve finale in Rusland. Uh, tegen Frankrijk hoe moeilijk het voor België was. Denk, zou ik zeggen Frankrijk. Maar ja. ik geloof er wel echt heel sterk in. Dat, ja, ik vind het niveau dat de bruine en Lukaku. Oh, allee, hoe, hoe Lukaku speelt, dat vind ik ongelooflijk klinisch. Dus, uh... <laughs> maar België, België komt wel in een heel. Allee, als ze groepswinnaar worden, komen ze wel in een moeilijke. die. de moeilijke kant. kant. Ja, langs de moeilijke ja. kant. Want. want Allee, er zit Italië in, er zit uh, of Portugal, Frankrijk, Duitsland in. Dat ze heel waarschijnlijk dan in een halve finale of een eh, kwartfinale zouden tegenkomen. Maar na vandaag, wie zou u het liefst hebben? Duitsland, Portugal of Frankrijk? Als, tegen België als, als, te als tegenstander. Ja. Dan Portugal. Wauw, zo snel verandert van mening allemaal. Want, want, <laughs> allee, want ik heb zoiets van, hoe ik vandaag Portugal heb zien spelen. Allee, er zijn veel... Allee, ik kan niet zeggen veel zwakke punten, maar er zijn wel echt... Allee, posities waar België ze kan nee, pakken. Ja, ja. Ik ben en bang voor Duitsland, Portugal. En bij een Duitsland, dat is echt solide, man. Ik ben best. bang voor Portugal, omdat ik ze niet heb zien aanpassen. Ja, maar hij is coach. Ja, maar dat is toch, hij blijft S toch coach? Maar volgende wedstrijd is hij geen coach meer, broers. Ze, echt... ze gaan hem ontslaan N in een TK. Nee, dat oh, is gebeurd. Argentinië, niet vergeten. Broer. Broer, volgende, volgende wedstrijd... Argentinië heeft Maradona als coach. Ronaldo zegt volgende wedstrijd, I'm de coach now. Ja, geen, ja. geen, geen rare dingen meer. Geen rare dingen meer. Ik wil niks, niks meer raars zien. Ik wil gewoon. Ik hoop dat, dat Joao Felix terug is. Please. Ik hoop dat Brandon zelf geen blessure, Als dat een blessure niet is, zijn we echt genaaid, man. Dan ga ik gewoon zeggen conclusief: dat het er nooit is gedaan. Maar als hij backfit is, broer, yes. ik ben nog steeds vijf. All right. Konnichiwa. Show, man. Laten we deze boodschap eindigen. Ik zou heel graag Thomas willen bedanken. Ik zou u, uh... yes, man. Ah, je. vandaag in de studio bent gekomen. Met plezier, man. Like ik vind it. je werk super dope. Ik wens je super veel succes, man. Met je doelen dat je wilt bereiken. Uh, jullie ook, hè? Ja, thanks, dankjewel. Man. We zijn sowieso hard aan het werken. We proberen elke dag op te nemen. <laughs> ja, man. Uh, maar ja, we doen het ook super graag, TKSB. <laughs> het is wel leuk. Ja, ook een, doek, een leuke setting. Weet je, ja, het uh, is wel. Dat is ons ding. We zijn verliefd op het, uh, op het spelletje, dus. <laughs> Shout out, Tim Dalle. Ja, Tim Dalle. Uh, en jullie kijkers, zeker bedankt uh, om deze aflevering te kijken. Portugal is shit. En hopelijk uh, fuck fuck tot thuisland. de volgende keer. Ciao, Duitsland. <laughs>